Dit is de instant marinator van Vacuvin. Hij marineert met behulp van een vacuüm. Marinated in minutes is de slogan. Maar jongens, wacht eens even. Wordt daar een ongemarineerd stukje kip gebruikt als controle? Zo doen we dus geen wetenschap. Wat we natuurlijk echt willen weten is of vacuüm marineren beter werkt dan gewoon marineren. Voor test 1 marineren we kip in rode wijn en 60 gram nitrietpekelzout per liter. Zowel in de instant marinator als in een gewone Ziploc zak. Dat deden we 25 minuten lang. Marinated in minutes, weet je nog wel. Na afloop vergeleken we de twee stukken kip en er was eigenlijk geen verschil tussen de twee stukken. De marinade leek niet dieper doorgedrongen. En qua smaak was er eigenlijk ook geen verschil. Test 2. We marineren weer kip, maar dit keer ook procureur in rode wijn met 60 gram nitrietpekelzout per liter. Dat deden we weer in de instant marinade. En weer in een Ziploc zak, maar dit keer gedurende 6 uur. Dit keer was er wel duidelijk een verschil zichtbaar. De kleur van het vlees in het instant marinator was donkerder en de smaak was ook duidelijk dieper doorgedrongen in het vlees in de instant marinator. De derde test. Weer hetzelfde trucje, maar dan 48 uur lang. Eigenlijk was er helemaal geen verschil. De kleur was hetzelfde en dat gold ook voor de smaak. Dus de conclusie. Marineren onder een vacuüm zoals de instant marinator doet, werkt inderdaad sneller dan gewoon marineren, maar alleen op de middellange afstand. Marinated in minutes, dat kan hij niet helemaal waarmaken en als je meerdere dagen marineert, maakt het eigenlijk ook geen verschil met traditioneel marineren.